Sporting Kampenhout zit niet in zijn beste periode. De afgelopen seizoenen verlopen, ja, we kunnen wel stellen, desastreus. En de man hier naast mij, die moet daar vanaf komend seizoen verandering in brengen. Hij moet Sporting Kampenhout weer op de rails krijgen. En dan heb ik het meer bepaald over Sven Swinen. Maar wie is Sven precies? Wie is Sven precies? Uh, ja, ik ben ongeveer, denk ik nu, uh, 30 jaar actief in profvoetbal. Tot op heden nog altijd. Dat is eigenlijk mijn uh, vaste job. Wat heb ik gedaan? Uh, denk, ja, een jaar of 12, 13, proftrainer, assistent KV Mechelen. Uh, Trainerscursussen, UEFA, Pro License geven. Uh, jonge spelers begeleiden vanuit de club nu. Uh, mede sportieve verantwoordelijke van de academie van KV Mechelen. Uh, wat van alles. Dus niet de eerste, idee. de beste. Oh, dat heb ik niet gezegd, dat zeg ik, ja. Uh, nee, ik denk wel dat ik wel, wel wat ervaring gehad heb. Uh, ik heb ook twee jaar in Nederland dan proftrainer in de keukenkampioen-divisie geweest. Uh, dus ik denk dat ik op alle vlakken wel wat actief geweest ben de voorbije jaren. Wat trekt een man die zoveel ervaring in nationale voetbal uh, heeft aan, hier in uh, Sporting Kampen uit? Dat is een veelgestelde vraag de laatste, <laughs> de laatste twee maanden. Eens uh, eerst en vooral al. Uh, ja, de club Kampenhout. We hebben met KB Mechelen met de eerste helft al hier vaak oefenwedstrijden komen spelen. En ik vind het een fantastische club. Uh, dus, dat klinkt misschien raar, maar ik heb altijd gezegd dat ja, als ik ooit ook nog eens voor een club wil werken, Kampenhout, dat zou me wel interesseren. Ja, een maand of twee, drie geleden, denk ik, dat David Panis belde om Of dat ik interesse had uh, om Kampenhout weer mee een beetje uit het slop te halen. Uh, en ja, dat project Kampen uit vind ik fantastisch. Ik zoek altijd uitdagingen, op welk niveau dan ook, als ik met mijn schouders eronder kan zetten. Uh, en ja, ik denk dat dat hier wel het geval is. Fantastische mensen ook, uh, dat ik ook al wel, wel langer als als vandaag. Een aantal spelers die hier in het team ook spelen. Uh, dat ook wel natuurlijk tof is, die ik vroeger nog bij de jeugdacademie in een vroegere periode getraind heb. Dus ja, heel, veel, heel veel factoren, mooie accommodatie, een club dat leeft. Want ja, okay, het is een beetje met de eerste elftal in vrije val gegaan. Maar uiteindelijk 530 jeugdspelers, heel veel supporters nog en, en businessmensen die daarachter zitten. Dus ik denk dat er eigenlijk alle ingrediënten zijn om, om ja, kampen nou terug naar boven te halen. En dat, is, dat is de uitdaging hè. en dat gaan we doen ook. Waarvoor sta je als trainer? Welke aanpak hanteer je? Ja, ik denk dat ik vooral ook een vrij interactieve aanpak heb met spelers. Wil zeggen, ik ben niet zo iemand waar de spelers altijd ja namen moeten mee knikken, omdat ik daar niet, niet in geloof eigenlijk. Uh, wel wil wel heel uh, dominant voetbal en heel actief voetbal. Ik ben ook wel iemand dat heel ja, dominant wel coacht, maar dat heel veel uh, ownership ook aan, aan spelers binnen de speelwijze uh, geeft. Ik denk, dat, ik denk dat dat vooral iets is wat uh, spelers wel, uh, wel kunnen smaken, die manier van, uh, van, van handelen eigenlijk. Hè. Ja, het uh, ziet er natuurlijk niet goed uit voor de eerste ploeg van uit uh, richting het behoud in eerste provinciale momenteel. Volgend jaar wordt dat tweede provinciale, maar die reeks belooft ook aards moeilijk te worden. Want als je kijkt welke ploegen er momenteel onderaan staan in eerste, de ploegen die dan nog niet zeker zijn van promotie naar uh, eerste provinciale vanuit tweede, ja, die reeks gaat bijna zo moeilijk worden als dit jaar in eerste. Ja, dat is, dat is juist het leuke ervan, hè. Het zou erger zijn, moest het andersom zijn, dat je naar het tweede provinciaal zou zakken en dat je dan uh, naar een misschien veel lager niveau zou uh, terugzakken. Maar dat gaat in dit geval, met uh, de situatie hoe dat er nu uh, uitziet, gaat dat niet het geval zijn. Dus voor ons is dat eigenlijk een win-win. Als we dan toch moeten zakken, wat dat, ja, een grote kans natuurlijk is, ja, dan heb ik liever dat we in een sterke reeks komen. Ja, dat zou, aangezien je dan kampen uit toch meteen weer omhoog zou moeten tillen, ja, dan maakt de opdracht dan toch moeilijker? Ja, dat zeg jij. Ja. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik kan dat niet inschatten, het niveau van de, van de ploegen. Maar ik denk sowieso dat je altijd meer getriggerd wordt als je, als je echt tegen ook, uh, goede ploegen komt te staan. En inderdaad, dat kan wel zijn dat, dat je, wat dat je zegt, dat het dan misschien moeilijker... Maar ja, ik denk dat we, dat we daar klaar voor moeten zijn. Uh, en ja, dat is ook de uitdaging natuurlijk, en ja, daar, gaan we, daar gaan we, voor zorgen, hè. dat is de bedoeling. Hè. Ja, je bent nu vrij vroeg aangesteld als trainer richting volgend jaar, dus ik veronderstel dat uw hand in de transfers ook wel zichtbaar zal zijn. Ja, ik denk dat we met heel het team eigenlijk uh, hard gewerkt hebben op korte periode. We hebben niet zozeer in kwantiteit uh, gaan selecteren maar vooral naar de profielen die binnen de manier waarop ik wil gaan spelen uh, met het team en wat dat ook Kampen uh, voor staat als club, de manier van dat we vooral die profiel, profielen gaan zoeken zijn en ik denk dat we, ja, dat we toch wel al tevreden mogen zijn want ja we staan niet in de goede onderhandelingspositie om, om, om gemakkelijk te onderhandelen, om spelers te motiveren om, om naar uit te, te komen. Maar we hebben een heel mooi project uh, kunnen voorleggen. En we zijn heel blij met de transfers. Uh, en, en zelfs vier met de transfer die we gedaan hebben. Dus dat is, nou, dat is goed. Okay, dan wens ik u heel erg veel succes volgend seizoen. En dan zijn wij benieuwd of uh, deze man hier naast mij de juiste man op de juiste plaats wordt komend seizoen om Kampenuit weer uh, richting de top te brengen.